Goedemiddag, welkom weer op Sportpark Toekomst. Wederom is het veld buiten afgekeurd, dus we doen binnen in de bestuurskamer doen we de ronde. Dit keer met Lorenzo. We gaan goed beginnen. Even terugkomen op speelronde 14. De AZ was daar 5-1. Jasper had er 1 goed, maar wel gelukkig de meest belangrijke voor ons. We gaan beginnen met speelronde 15, de eerste wedstrijd. Even kijken wat we hebben. Utrecht, nou meteen aan, Utrecht Twente. Utrecht Twente. Ja. Utrecht thuis. Een 3. Ik ga voor een 2'tje. Ik ga voor Twente. Mag ik bij hier een 2'tje? Ja, zet je 2'tje. Nou kijk, jeetje zeg. Feyenoord PSV. Nou, ik ga voor een 1. Ja, ik ga Feyenoord. Voor een 1. Ja, Feyenoord. Ik ga voor Feyenoord. Volle bak. Dus PSV midwijzer speelt. Ik ga voor PSV. Ja, gaat voor 2. Ja. Oké. ADO Den Haag, NAC. Mag jij de eerste? ADO Den Haag, NAC. Ja, dat is... Jendrik, ik ga voor een 1. Den Haag thuis, met het goede publiek erachter, ook een 1'tje. Groningen NAC. Groningen NAC. Ik ga voor een 1'tje. Jij gaat voor een 1? Ja. Ja, voor een 1, ik ga voor een 1. Ah, oké, kijk, dus eerste gelijke die we hebben, dat gaat goed. Hier een fijne AZ, nee, mag jij de eerste weer zeggen? Ja. Ik ga toch voor AZ. Ja, ik ga met je mee. Ik ga ook voor een 2'tje. Hoop het niet. Nee, even. Vitesse RKC, dan ga ik wel weer. Vitesse Sjoen, dan ga ik voor een 1. Ja, weet zeker? Ja, ik ga voor een 1'tje. Kijk, weer gelijk. Weer met je eens. Weer. Graafschap Roda. Graafschap Roda. Wat een 2'tje. Ja, 2'tje had ik ook. Ga ik ook mee heen. Kijken welke we hebben. Nou, Heracles VVV. Ik ga voor een 1. Kunstgras. Heracles toch goed voetballen. En hier een 1. Ja. Lorenzo. Kijk, als de wedstrijd. Hoe is het mogelijk? Best als laatste. Hè? Ja, de beste als laatste. Ajax Excelsior. Morgenavond. Ik ga voor een 1. Daar slaat je bij aan, hè? Ja. Jij ook een 1, hè? Ja, we gaan voor een 1. Oké, maat. Hartstikke bedankt. Verschil wordt het, ja. Tim, hè? Hartstikke maar bedankt. Nou, u ziet aan de pepernoten dat het wel een bijzondere weekend is deze week. Misschien het Sinterklaas gebeuren. Wij wensen natuurlijk iedereen heel veel plezier.